Ik ben Philip Bormans, CEO van Union. Maar vandaag zijn jullie hier te gast in Heers in onze paardenfokkerij. Mijn ouders hadden een boerderij met vooral koeien. En zelf altijd wel wat recreatief paard gereden. En tijdens de schoolcarrière begonnen met het een beetje handelen van paarden. En dan ja, met te beginnen werken. Minder tijd en dan overgegaan op fokkerij. En dat is echt wel de passie geworden. Ja. En mijn rol samen met mijn vriendin is eigenlijk vooral het managen van de fokkerij. En ook het aansturen van welke paarden gaan op wedstrijd of worden uitgebracht op wedstrijd. En we proberen elk jaar tussen de 5 en de 10 veulens hier te laten geboren worden. Maar de bedoeling is wel dat we die paarden proberen op te fokken in groep. En dan doen we eigenlijk de eerste selectie op basis van vrijspringen, medische keuringen ook uiteraard en exterieur. En dan gaan we kijken, oké, welke paarden willen we graag mee aan de slag gaan. Die worden dan hier zadelmak gemaakt. En dan op de leeftijd van 4 jaar, maar dan ben je natuurlijk al 5 jaar in het proces, dan zetten ze eigenlijk hun eerste stappen in de ring. En daar proberen we dan zoveel mogelijk manches mee te doen en als het kan ook deel te nemen aan het Belgisch kampioenschap aan het eind van het jaar. Maar ik probeer toch tijd te maken om af en toe de paarden eens in de ring te zien. Want allee, het is belangrijk, je ziet ze wel op video en je ziet ze wel in de stal. Maar ik vind het ook belangrijk om op wedstrijd te komen, van met de mensen te spreken, van andere paarden ook aan het werk te zien. Om een beetje te meten van oké, waar staan we? Hè? Hoe doen onze paarden het? Waar kunnen we eventueel bijsturen of bijleren? En dat kan je alleen maar doen door effectief te gaan kijken. Het paard waar je naar ging kijken heet Chadley. De Rode Duivel, voetballer. Zijn er nogal paarden van jou die een voetballersnaam hebben? Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk als er 10 veulens geboren worden die met een specifieke letter moeten beginnen, is het niet altijd gemakkelijk om origineel te zijn. Daarom heeft mijn vriendin dat gedeelte ook overgenomen, omdat ik misschien, zoals Chadley bijvoorbeeld, er is nog een keer Niakate geweest, een aantal voorbeelden die misschien minder voor de hand liggend zijn voor paarden. En daarom heeft mijn vriendin dat gedeelte overgenomen om meer originele en leuke namen te bedenken. Zij is daar sterker in dan ik zelf. Dus ik denk dat er heel veel gelijkenissen zijn tussen de voetbalwereld en de paardenbusiness en zeker de jumpingbranche zoals wij die kennen. Wij proberen ook een voetballer op te leiden, beter te maken en dan eventueel als het kan te verkopen. Dat is bij de paarden en denk ik juist hetzelfde. Daar probeer je ook een paard te brengen op een bepaald niveau. En je moet ook keuzes maken en dat is bij alles zo, denk ik. En soms zijn die keuzes emotioneel moeilijk, maar dan ja, moet soms het verstand de bovenhand nemen. Ik sta vrij vroeg 's morgens op. Ik ga natuurlijk van hier naar Brussel, is een lang traject waar ik al heel veel kan nadenken over hoe ik de dag ga plannen, welke meetings ik allemaal moet doen, die probeer ik voor te bereiden. En ik zit volledig in die voetbalbubbel. Maar als dan de deur achter mij toetrekt, dan heb ik weer een lang traject naar huis te gaan. En dan zit ik eigenlijk volledig in de paardenmodus, hè, van dingen die we nog moeten doen, besprekingen, telefoons. En de dag of de moment waarop dat je hier de stal binnenwandelt, dan vergeet je eigenlijk al die besprekingen of die moeilijke momenten of die padstellingen die je hebt in het voetbal. En je zit in een hele andere wereld, moest ik dit niet hebben. En enkel maar puur op dat voetbal gericht, dan denk ik dat ik veel minder goede nachtrust zou hebben. En dat ik ook niet dezelfde persoon zou zijn. En ik denk dat dit mij in balans houdt, in balans brengt. En het is gewoon een heel ander gevoel. En ja, dat is gewoon keileuk.